ben Julie, ik ben 20 jaar en ik studeer biobased technieken. Hier op school hebben we verschillende projecten gekregen. We hebben wind en zon gehad, we hebben warmtetechnieken gehad. En je leert ook ondernemen, maar je leert ook om jezelf te ontwikkelen. Ik ga hierna toegepaste biologie studeren op de HAS. Ik ben Luc Pietersen. Ik heb voor de opleiding gekozen, want ik denk dat er best wel een toekomst in zit. Vooral dat ook de regering zegt dat ze in 2050 eigenlijk bijna de hele Nederlandse economie circulair willen krijgen. Dus dat er eigenlijk zo min mogelijk afvalstoffen zijn en de afvalstoffen die vrijkomen, dat zij goed gebruikt kunnen worden door een ander industrieel proces. Het sluit daar perfect aan op deze opleiding. Mijn naam is Jelle van der Heijden. Aanleiding voor het gaan naar deze opleiding is dat wij, mijn ouders, die hebben een oude boerderij gekocht en deze zijn we helemaal op ecologische en biologische wijze aan het verbouwen. Dat vind ik verschrikkelijk interessant. De ene dag ben ik bezig met teelt en de andere dag ben ik weer bezig met machines. Zo ben ik bijvoorbeeld ook bezig met het droogmaken van deze blokken. Nou, dan moet je rekening houden met wat voor techniek ga je hiervoor gebruiken. Ik ben Remco Whitlock, ik ben procesoperator bij Eco Energy Oorschot. Wat ik hier op stage heb geleerd is vooral het rustig houden van de biologie in de registertjes. Juist omdat hij zo heel klein is, komt het heel nauwkeurig om alles goed te sturen. Ik ga vanaf 1 augustus werken bij Biogas Plus. Die bouwen de vergisters. Ik ben Dagmar Vrijhof, ik ben 16 jaar en dit is mijn eerste jaar biobased technieken. Ik wist toen ik op de middelbare school zat nog niet helemaal wat ik daarna wou doen. Dus ik heb wat dingen ingetypt in Google, zoals mijn vakkenpakket en de vakken die ik leuk vond. En zo ben ik uitgekomen op Helicon-opleidingen. Ik zou wel graag verder willen in de scheikunde en als het dan op een groene manier kan, kunnen we ook weer beter de wereld verbeteren daarin.